Wat brengt Tada aan de kinderen? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat kinderen hier, kinderen van heel verschillende achtergronden, verschillende Brusselse wijken, hier echt kansen krijgen. Ze leren heel veel bij. Kortom, ze doen hier vaardigheden op die eigenlijk de rest van hun leven en welk beroep ze ook terechtkomen, zeker bijzonder zinvol zijn. Hoe kunnen de Tada-tieners aan het Brussel van morgen bijdragen? Jongeren moeten absoluut de toekomst van Brussel verder helpen uitbouwen. Maar Brussel zal maar volop Brussel zijn als we er echt in slagen om met z'n allen in dezelfde richting te kijken. En die fundamenten hierbij brengen aan die jonge Brusselse ketjes, dat is fantastisch.